Goedemorgen! We gaan vandaag het plafond verzwaren. Gisteren zijn alle balken eruit gegaan die weg moesten. En nu gaan we dus met 28 centimeter balken gaan we aanbrengen in het plafond. Zodat we ook straks weer normaal boven kunnen lopen. Wat moet er nog meer gebeuren vandaag? Hij is aan het ontbijten. Dus dat wordt spierballen trainen vandaag. Let's go! Oh, er wordt geschooid in het nieuwe huis. We hebben de klushond bij ons vandaag. Ja. Bruno, wat ga jij vandaag doen? Piepen. Hey Bruno, ga jij balken tillen? Ga jij de balken tillen? Bruno kan wel dingen met hout en stokken. Slopen. Lekkere boterham. Wat kan een bolletje kaas lekker zijn? Ja. Kijk, ik heb wat pioenen uit eigen tuin geknipt gisteren. Pioenen zijn echt prachtig. En het leuke is, als je dus hier binnenkomt, dan ruikt het hele huis, voor wat er van over is, ruikt dan naar pioen. Maar deze pioenen ruiken echt ontzettend lekker. Hoe gaat dat? Je te likken baarden. Daar doet hij alles voor. Ja, dan moet je lekker voor zijn neus houden. Oké, we gaan met dit ding de goede maat uitzetten. Opmeten. We gaan met dit ding opmeten. En als we met dit ding opgemeten hebben, dan gaan we een draadje spannen. Zodat we weten hoe hoog alle balken moeten komen. Dan ga je een balk zagen, dan ga je de balk erop maken. En dan kan je dan een draadje eroverheen spannen. Oké, andere volgorde dus. Vijf keer gezegd, nou. Oh, eruit. Netjes hoor. Laten we even zien hoe je dat doet. Ja, ik had net geboord. En nu is het gezaagd dat je. Gezaagd had ik. Waarvoor doe je dat dan? Nou ja, zodat het dus de nieuwe erin kan. Nieuwe wat? Nieuwe balk. Die vensterbank mag stuk? Vensterbank mag stuk. Oké, dan gaat het goed. Oefening baart kunst. Oké, we gaan de tweede balk nu erin maken. Die hebben we via deze kamer zo hier over het dak geschoven. Want ze zijn dus te lang om via de kamer zelf naar boven te steken. Daar zit hij al en hij moet daar komen. Oké, die met inkepen naar boven. Op het toilet staan hoor. Oké. We moeten even een stukje terug. Nou, tillen. Ja. Oké. Zit toch? Ja. Dan mag je vast. Nee. Dan mag je omhoog en vast. Nee. Dan mag je erin blijven liggen, want we doen de volgende. Heel goed. Doe eerst alles erin liggen en dan gaan we een touwtje spannen om ze te stellen. Dan gaan we ze vastzetten. Toch? Ja. Oké, dit is de uitleg van hoe het werkt. Begin maar uit te leggen dan. Heb je je hand? Een afstand meten. Laat hem eens even zien. Wat doet het? Afstand meten. Door middel van een laser. Ik zie hem daar. Nou, dan kan je hier aflezen hoe lang hij is. 4 meter 1, 2. Ja, en hoe lang wordt je plank dan? Nou, een centimeter korter. Waarom? Omdat het anders toch niet past. Oh ja. Dan moet het toch andersom. Waarom teken je nou van die halve banaantjes erop? Die staan er nog niet op. De balk is altijd een beetje, ik kan het nu alleen niet zien, dus ik heb de camera voor. Maar het is altijd een klein beetje bol of hol. Eén kant is bol, één kant is hol. Maar dan wil je de bolle kant naar boven doen. Als die iets doorzakt, dan wordt hij dus recht. Met de vis-eye zie je dat sowieso niet. Nee, dat is altijd scroll. Maar dit is dus de bolle kant, dus zet je er even op. Dan weet je voor jezelf dat het de bolle kant is, dus het is de bovenkant. Dus je tekent overal regenboogjes op de plank? Nee, de regenboog, meer regenbogen. Bovenin. Cool. Cool, hè? Klosjes, wiegjes. Gaat de wereld voor me open vandaag. Wat had ik nog meer geleerd dat ik niet kende? Genoeg. Alles wat je aan het doen bent. Oh ja, alles wat ik aan het doen ben, kon ik niet. Tot vandaag. Want sinds vandaag kan ik een plafond verzwaren. Bijna. Nou, het is nu een uurtje of 16:30 denk ik. 16:45. 5 uur misschien. Het gaat in ieder geval weer keihard vandaag. De tijd. Ja, de tijd. We hebben de eerste hele balklaag erin. Die hebben we met een touwtje die dus gespannen om hem goed op hoogte te kunnen krijgen. En nu gaan we de balken doen die door de muur heen zitten. Die is aan het aftekenen en dan gaat hij gaten boren. Zodat we die balken ook door de muur kunnen schuiven, anders kunnen ze er simpelweg niet liggen. Om de hoeveel plek? Ja! We hebben visite. Oh, ik zie er al. Ik ben net aan het vloggen. Ik zie er al niet uit. Wouden jullie erin of zo? Graag. Nou, vooruit. En we hebben eten voor de ijskast. Trek binnen. Hoi, 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 hoi. Hey pa! Hallo Sjotie! Hey. Moet ik het aanpakken? Of jullie niet thuis waren? Ik hoor geen getimmerd. Nou ja, doe je oren maar weer dicht voor zometeen hoor. Ja, oh! Hé hey, Diek! Krijgen we direct nog heen. Wil je... Ja. God, zit eten in, dan moet in de ijskast. Grote bak. We hebben geen ijskast. Koelkast. Ja. Is dat buiten de ijskast? In de garage is de koelkast. Chantal had ik al gezegd. En wat denk je ervan? Nou, grote klus. Kijk zo naar het dak van hieruit. Ja. Daar moet ik van denken, ja, enorme grote jarenplan. Zeker. Je denkt nog niet zoveel. En dan hoor ik dat dit er nog uitgaat, die muren beneden. Tjoh. Boven klaar is. Ik denk ook gewoon niet zoveel. Het beste. Ja, niet te veel. Klopt. Het is echt... dan zie ik daar, wat zie ik daar nou? Oostplastic. Wat is dat voor buis, DJ? Het is, ik denk dat het ontluchting is geweest. Ik zie natuurlijke ventilatie. Door! Ik kun je niet meer zien. Ga even weg, want ik moet wel hakken, schat. Nou, einde van de dag. Het is mooi geweest voor vandaag. Even de bezem er doorheen en dan... zitten alle plafondbalken die nieuw moesten aan de groentehuiskant zitten erin. Wat? Er moet er nog een zoot. Oh, er moet er nog een zoot. 3/4 van de balken, de nieuwe balken aan de groentehuiskant zitten erin. Toch?